Ja, het lijkt hier wel een autowasserette, maar dat is het eigenlijk niet. We staan namelijk op het parkeerterrein van de kerk. En Alice van Asselt, kun je vertellen wat hier vanochtend gaande is? Ja, nou, zoals je ziet zijn we hier auto's aan het wassen. En wij gaan in juli, hopen wij, voor minimaal 2 jaar naar Zambia te gaan. Om daar zendings- en ontwikkelingswerk te gaan doen. En nou, dat is dus op vrijwillige basis. En we moeten dus onze financiële support zien rond te krijgen. Dus vandaar dat we vandaag een autowasdag hebben. Want hoeveel moeten jullie daar naartoe meenemen? Het is eigenlijk niet zozeer dat je een bepaald bedrag moet meenemen. Maar het is dat je dus in je maandelijks onderhoud moet kunnen voorzien. En dat is een maandbedrag. En ik geloof dat in totaal is best wel een groot bedrag. Dat is ruim 3000 euro. Maar ja, dat is natuurlijk, we gaan als gezin met 5 personen. En er vallen een heleboel dingen die vallen af. Omdat je moet uitschrijven uit Nederland. Dus kinderbijslag, noem maar op. Je recht op zorgtoeslag. En al die dingen die moet je dus hier wel regelen. Dat wordt allemaal veel duurder. En van dat bedrag gaat ongeveer 20% wordt ons leefgeld eigenlijk. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen om daar naartoe te gaan? We voelen ons gewoon heel erg gezegend hier met alles wat we hier hebben. We hebben een fijn gezin, we hebben hele fijne vrienden, familie, allebei een mooie baan, een mooi huis. En eigenlijk willen we een beetje van dat alles delen met andere mensen die het wat minder getroffen hebben als dat wij het hebben. Dus vandaar, ja. Ja, en vandaag dus een autowasdag. Nou, je bent niet de enige die meedoet. Nee, er zijn heel veel vrijwilligers van tieners vanuit de kerk, de jeugd en een heleboel anderen die ons toch een heel warm hart toedragen. Dat is echt super fijn om te merken. En die zijn allemaal gekomen om te helpen. Dus ja, super. En we kunnen het wel gebruiken, want het is flink druk met auto's. Dus, Hebben jullie al een beetje van tevoren in gedachten gehad van hoeveel auto's er vandaag komen? Of is dat voor jullie echt een verrassing? Het is echt een verrassing. We hebben echt geen idee. We hebben het event hadden we wel op Facebook gedeeld. Maar ja, dan heb je een aantal mensen die aangeven dat ze wel gaan of geïnteresseerd zijn. Maar ik heb echt geen flauw idee hoe druk het gaat worden in totaal. Ja. We gaan het zien. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.